Top, iedereen is ook weer aan het huilen. Sam. Nee, Quinn. We hebben echt geen normaal leven, man. Je doet niks. Oh, Tiki, wow, kijk. Ik ben een beetje bang. Ik kan niks doen. Ben je bang? Ja. Zo, daar zijn we weer. Nieuwe morgen, zonder zorgen. Nou ja, best wel veel zorg eigenlijk. Dat is lief van jou. Wat is precies het plan vandaag? We gaan naar de dierentuin. En dit is de allereerste keer voor Tiki, dus ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat er veel dieren te bekijken zijn, want dan ga je het wel leuk vinden, hè? Kissy. Mama ook? Oh, voor ons. Oké, nou, ik ga... naar beneden. Ja, de eieren die liggen in de oven. Ik heb gewoon nergens anders plek. Die keuken is gewoon te klein. Shen is mevrouw Ei, die heeft altijd ei in de ochtend. Ei is lekker makkelijk. Nou ja, het is zo gemaakt. Er kan bijna gaan misgaan. Ah, dat is top. Ja, heb je lekker melkie. Yummy, 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 yummy. Vijf. Moet je het wel ingedrukt houden? Zo. Ik geef Tiki altijd een shakey. Nou, ik doe er yoghurt in, blauwbessen, banaan en kiwi. Ja, een beetje variatie af en toe. Wat is er nou weer? Maak gewoon die shake. En het is ook nog eens gezond. Geef hem maar. Nee, geef hem maar, wij zetten dat bij mij op schoot. Nee, maar, nee, want hij gaat ook dat eten en zo. Nou, hier. Okay. Vindt hij gezellig. Oké, ik zeg helemaal niks vandaag. Waar wil niet? Nee? Nou. Nou, kijk. Ik heb een mama. Dan niet, dan gaat papa alleen eten. Meer eten voor mij. Dat wil hij ook niet iets doen, hoor. Kijk maar. Nee, ja, dan heeft hij gewoon iets anders gezien. En dan heeft hij even geen zin in die stoel. Nu dan wel? Hij gaat niet, hoor. Neem je mee naar mij. Hij heeft gewoon zijn eigen willetje. Als hij niks heeft om te eten of dingen, dan denkt hij, nou, ik ga er niet in. Oh, hij is zo stuk. Ja. Tiki. 1, 2. Woehoe. Ik krijg hem ook niet verder geduwd. Ja, ik probeer hem nog helemaal zo erin te duwen en zijn benen zo om te buigen. Nee, maar nee, Tiger is gewoon hartstikke sterk. Van zijn vader. Nee, ik denk dat hij, als ik de shake daar zet, dat hij wel... Nee, hoor. Hij wacht op de tafel. We hebben helemaal veel zo verwend. Kijk. Oh, nu wel. Hey. Nou. Dus alles met eten, dat vindt hij, daar kan je wel mee verleiden. Weten we dat ook weer. Tiki. Ik heb geen plannen. Rustig. Dierenactivisten. Hey. Welke wil je? Die? Oké. Kan je ook gewoon zeggen? Nee. Hij kan helemaal niet praten. Eigenlijk. Voorzichtig, hè? Goed zo! Ja! Goed zo! Tiger heeft nu ook eitjes ontdekt. Vindt hij leuk om mee te spelen. En dat gaat wel eens mis. Kiek, kiek. Kiek, kiek. Oh-oh. Die. Ja. Die. Oké, Tiger, ik ga jou even neerzetten. Jawel, jawel, jawel. Luister naar papa. Hé, 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 hé
Kom, ballenbak. Ik weet wat jij wilt. Jij wilt de ballenbak. En dan gaan we zo. Nou ja, als Tijger een beetje vervelend is, dan stoppen we hem gewoon in de ballenbak. En dan vermaakt hij zich wel. Hij vindt dat superleuk, die al die ballen. Zo, is dat een sissy? Sissy kussy? Je bent de liefste jongen. Wat een leven, joh. Niet te doen. Je kan niet meer doen wat je zelf wou. Nu is het gewoon naar beneden eten, baby tv aan. En dan zit je maar naar je voor je uit te staren eigenlijk. Totdat het je bedtijd is. Quinn, als jij die kinderwagen doet... Ja. Oké, doe ik iedereen een schone lurr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 r
Ga je mama helpen? Gaan we luier doen bij je zus. Kijk uit, hè. Niet gooien. Jas aan, schoenen aan. Het is tijd om weg te gaan. Doe. Het enigste, kijk. De laatste keer dat ik deze gedaan was 20 jaar geleden. Dus. Oké, okay, nou, weet je wat? Ik denk dat ik die wel kan doen. Ja, ik doe wel de kinderwagens. Oké, doe jij dan thuis? Oh, nee, kunnen die andere jas alsjeblieft aan? Nee. Ja, alles gaat wel nog steeds een beetje volgens Jen. Want ja, als iets niet gaat zoals zij dat niet wil, dan hebben we ruzie thuis. Top, iedereen is ook weer aan het huilen. Jen. Nee, Quinn. Niet te doen, hè. Ik ben beter gewoon de hele dag thuis blijven met jullie. Er is genoeg speelgoed hier. Ik zet er gewoon dieren-tv op. Ook dieren in huis. Quinn, waarom huilt ze zo? Weet ik veel. Jezus. Maar pak Tijkie dan even, alsjeblieft. Maar waarom gaat dit allemaal mee? Ik kan nooit eens normaal. We hebben echt geen normaal leven, man. Logisch is het zo lang duurt allemaal. Nou ja, inderdaad, als je niks doet, dan duurt het lang, inderdaad. Oh nee, dit is top. Nu zie ik ook helemaal niks meer. Jezus man, ik word er echt moe van. Wat doet je dan? Je maakt dingen zo moeilijk, terwijl het makkelijk kan. Nee, makkelijk? Je doet niks. Je doet nee, gewoon werkelijk waar niks. Ik heb je één ding gevraagd. Kinderwagen in de auto is ook niet gelukt. Wat een gezeik. Ik denk gewoon ja, als ik iets 10 keer heb gevraagd. En je doet het nog steeds niet, ja. Moet ik het dan nog een keer heel lief vragen? Want ik weet dat hij gewoon geen zin heeft. Ik heb er zo'n zin in. Ik niet. Hé. Hey. Hey, Tijkie! Gaan we echt even naar de dierentuin? Oké, okay, daar gaan we. Het is wel grappig dat we naar de dierentuin gaan en hij heet Tijger. Ik vind dat wel grappig. Hij is een thema. Nou, ik vind dat echt slecht grappig. Nou, Quinn, jij wilt niet zo kinderwagens hè? In elkaar zetten. Hè? Tof dat je dit even doet. Dat ding stond achter haar hoofd. Ja. Altijd dat. Ja, Shen neemt heel graag de touwtjes in handen. Dus wanneer ik wat wil doen, gaat het weer of te langzaam of niet naar haar zin. Kom maar, is goed zo. Quinn. Is goed, je kan hem als hij erin zit, zit hij vast. Dus dan neemt ze het heel snel over. Ze geeft mij geen ruimte om dingen zelf te doen. Ja, kapot. Ik heb hele gevoelige handen, man. Ja, het is echt, winter is begonnen. Het is zo koud buiten, het is niet te doen. Wat is dit nou weer? Ja, ik kan toch niet tegen de kou? Maar ja, ik zou denken, doe een handschoentje aan. Dat hadden we nooit moeten doen. Nee, wat een slecht idee, hè? Nou, ja, dit is echt zielig eigenlijk. Ja, je zit net als een poppetje zo ja. In het gips. Blijf er zitten. Wat is dit? Hij kan niks meer doen, hij blijft gewoon zo zitten. Ik denk dat hij misschien iets dacht van nou, ik mag niks meer pakken of zo, dus ik blijf gewoon zo zitten. Die prijzen zijn wel echt pittig hier hoor. Jezus. Voor een Pepsi betaal je €3,20. Wien gaan we nou weer de hele dag hebben over dat alles zo duur is? En mag ik een espresso alsjeblieft? En een cappuccino? En één zo'n broodje? Nou ja, in alle hectiek gaan wij natuurlijk super snel uit huis. Dus wij vergeten altijd te eten.
Dus dan, ja, meestal als we ergens aankomen, is het eerste waar we aan denken, oké, we moeten even eten, lekker bakje doen. Dus eerst even tot onszelf komen. We kunnen er weer tegenaan. En dan kunnen we gaan beginnen met de dag. Oké. Nou, laten we beginnen. Oh, kijk daar, hoor. Oh, kijk, wow, kijk. Wat is dat nou? Wauw. Kijk. Wow. Wat doe je nou allemaal? Mijn sokken zijn nat. Jezus, waarom ga je dan? Je ziet toch gewoon normaal. Meters afstand zie je dat het nat is hier. Wij doen allebei witte schoenen aan naar het dierentuin. Ja, daar staat ik helemaal nergens op. Waarom doe je dat dan? Je doet die nooit aan en dan vandaag kies je ervoor om die witte aan te doen. Omdat jij zei nee, ze zijn leuk, je moet ze niet wegdoen. Nou ja, nu kan je ze dus wegdoen. Gewoon niet over nagedacht, stom. Kom, kun je gaan een foto maken? Dat is echt leuk, voor een plakboek, de eerste keer dierentuin. €5, jezus. Een fotootje. Nou, jezus. Ja, oké. Klaar voor, kom, we moeten snel. 3. Kom, je moet 2. Wel dat hij er ook in staat. Ja. Oh. Tiki, joepie! Oh, je kan. Je ziet hem niet eens. Oh, maar Tiger zie je niet. Kijk. Ja? Ja. Kinderwagen. Ja. Leuk. Ja, leuk. Leuk toch met de apies? Ja. Sick. Ja. Tiki, kijk. Dat is mooi. Oh, kijk. Ik maak even een foto van jullie. Lach eens, Quinn. Wat een neppe lach. Wist je dat als je dat bevalt? Dat een kindje is gelijk een... Ja. Ja, en hun bevallen eigenlijk net als jij bent bevallen. Ja, staan. Hoppa, eruit. Sick. Maar hun kindjes kunnen ook echt gelijk, gelijk lopen. Staan, hè? Ja, staan. Echt padden. Wow, kijk daar! Oh, kijk, Tiki, daar komt hij. Ja. Kijk! Ja! Ja! Kom, Shine, even naar de aapjes kijken. Voor de... Wow. Zo, Shine, kijk, kijk, je mist, je mist. Ga je zwaaien? Yeah! Wow. Hij kijkt je wel boos aan. Hij kijkt je zo. Wow, kijk hoe die man kijkt. Ja, hij kijkt echt boos. Oh, hij is zo eng! Hij kijkt echt zo. En dan zie je nog een beetje die neusvleugel zo. Hij is echt op zijn hoede, hè? Hij weet het. Kijk nou. Oh, joh. Zie, ik word er helemaal bang van. Echt? Ja, tuurlijk. Dus komt hij zo er doorheen. Wow, oh, ja. Kijk dan. Maar je mag ook geen contact met zoeken, dus kijk hem waar niet aan. Waar staat dat? Ik ben een beetje bang. Ik kan niks doen. Ben je bang? Ja. Hij is wel echt aan het kijken. Maar ze zijn slim, hè, die beesten. Vergis je niet. Oh, dit, hij is echt... We moeten gewoon gaan, want hij vindt het niet leuk. Ja, we moeten gaan. Sorry. Ja, je kon wel merken dat Bokito daar echt de baas was. Maar ja, dat zijn we gewend, want naast me stond ook een baas. Ik ben gewoon de enige die nadenkt over wat we gaan doen. En een beetje structuur erin. Quinn vindt het allemaal wel prima, dat is het gewoon. Wow, Tiki, mooi! Wow. En kijk, het schildpad. Oh, wow. Wow, kijk die ogen. So. Wow. Wow, Tiki. Wow. Kijk hier, Tiki. Wow. Sam, kijk. Wow. Kijk al die kleine vissen zo. Ja, ja. Mooi hè, Tiki. Leuk hè? Dit vind ik nou echt leuk. Kom, we gaan. Het dierentuinbezoekje was wel super leuk. We hebben niet echt ruzie gehad of zo. We vonden het eigenlijk wel leuk. Ik denk dat we dit vaak moeten doen. Nou, genoeg apen weer gezien voor vandaag. We nemen onze eigen apen weer mee.